Attentie, attentie. Over 5 minuten zal gemeentesecretaris Maarten Ruijs ons officieel welkom heten beneden in de hal. Komt allen. Wat ziet het er allemaal prachtig uit. Een gebouw waar we als stad en als gemeente echt trots op mogen zijn. Een prachtige locatie vlak naast het station. Duurzaam, innovatief. Een heel mooi gezond binnenklimaat. Zonnepanelen en gras op het dak. En warmte en koude die uit de grond en de bodem komt. We wilden een licht gebouw maken, geen zwaarmoedig gebouw. En uiteraard, daar kom ik zo wel weer op terug, een duurzaam gebouw. Allerlei zaken zijn meegenomen om uiteindelijk natuurlijk de energievraag minimaal te houden. Daar is alle aandacht aan besteed. En de energie die we uiteindelijk nog nodig zijn, die wekken we natuurlijk heel duurzaam op. Een van de ambities die in de gemeente Groningen lag, was duurzaam bouwen. Duurzaam is goed, maar het moet zo gebouwd worden dat onze exploitatiekosten ook naar beneden gaan. Dikkels zet me enorme ogen isolatie, waar drievoudig glas. Dus we hebben eigenlijk energetisch gezien een hele goed isolerende gevel. We willen jullie graag kennis laten maken met het gebouw. Dat is groep 1. Dat is groep 2. Een van de ambities die in de gemeente Groningen lag, was duurzaam bouwen. Het gebouw heeft een hele beperkte energievraag. Dus we besparen echt op het energieverbruik. En als je hier naar boven kijkt, dan zie je hier de zonnepanelen. Voor het verwarmen van het systeem werd al uitgegaan van warmte-koude opslag in de bodem. Nou, de warmte-koude opslag in combinatie met een warmtepomp en dan ook zonder gasketels. Dus er werd geen aardgasaansluiting al in de basis voorzien. Dus het is een gasloos gebouw. Vervolgens hebben we de leiding ook al doorgetrokken tot het stadion, het Europaparkstadion van FC Groningen. En het veld, het veldverwarming. Maar dit is ook voor het Europapark. Met Solid wat nu gebouwd wordt. Wat je hier heel erg merkt, vind ik zelf, dat je echt niks hoort van treinen die hier langs lopen. De gemeente heeft een functie voor burgers, niet meer en niet minder. En in het gebouw waar wij zaten, daar wist je nauwelijks dat je voor burgers aan het werk was. Dat is een zwarte doos is dat en je wist nauwelijks dat er beneden klanten waren. Wat natuurlijk heel erg opvalt is dat je gewoon weinig licht nodig hebt. Omdat het zo ontzettend veel licht uit de omgevingen krijgt. Dat is overal wel in het gebouw licht. Het is heel compact. En om toch wel zoveel mogelijk daglicht naar binnen te halen, zijn dus 2 grote atria ontworpen. Die zorgen dat het daglicht toch weer naar binnen komt. Het gaat erom, hoe voelen mensen zich in een gebouw? Wat is de flexibiliteit? Hoe houdt het gebouw zich in de toekomst? Daarnaast hebben we ook het onderhoud voor 20 jaar lang mee aanbesteed. Zodat we er ook zeker van zijn dat het gebouw ook straks in de gebruiksfase goed onderhouden wordt. En door dat 20-jarig, of 2 keer 20 jaar moet ik eigenlijk zeggen, onderhoud ook vast te leggen, had ook de bouwer een belang bij om te kiezen uit de materialen die hij doet. Als hij alleen maar naar het opleveren van het gebouw weg zou gaan en er niet meer bij betrokken was, kies je wellicht andere materialen dan het moment waarop je er ook in de onderhoudsperiode bij betrokken bent. Zo zijn er bijvoorbeeld in de parkeergarages volledig LED-verlichting gekomen. Dat was ook op verzoek van de opdrachtgever, de gemeente Groningen. Daarnaast was er ook een concept gekozen, bouwkundig. En dat heet de holcomvloer. In feite een vloer van 70 centimeter hoog, waar alle techniek is ondergebracht. En dat is een vloer die komt af fabriek. En daar hebben wij al onze installaties in zitten. Dit heeft echt impact. Hier begint duurzaamheid. En ik denk dat we duurzaamheid echt van ambitie tot en met concreet het gebouw hebben kunnen realiseren. En daar ben ik wel heel trots op. Fantastisch. Wat een mooi gebouw. Ik wens jullie heel veel plezier in jullie nieuwe werkomgeving. Plezier in het ontdekken van het veroveren van dit gebouw. Maar bovenal wens ik jullie heel veel inspiratie in dit prachtige, lichtere en transparante omgeving. Heel veel plezier hier. Dank jullie wel.